Hey, wat leuk dat je kijkt. Wij gaan een wedstrijdje doen en nog wel meer, want we vieren Pasen met jullie vandaag. En ik ben hier met Team by Juju en met Team Girl Power. Yeah. En jullie eerste punten bij deze eierrace. Let op. We starten in 5, 4, 3, 2, 1, go. Bij het Bijbelverhaal horen. Nu gaat Seth straks met een blinddoek voor proberen het Bijbelverhaal zo goed mogelijk uit te beelden. En daarna gaat Anouk dat doen. Als het plaatje van de jongens het mooiste is, krijgen de jongens een punt. Als het plaatje van de meisjes het mooiste is, krijgen de meisjes een punt. Anouk mag beginnen, want Anouk die heeft haar mond niet meer vol. Dus jij mag je blinddoek voordoen. Moet ik echt alle plaatjes? Jij moet alle plaatjes proberen. Net zoals het eerste. En je krijgt gewoon een minuut. En die start nu. Ik moet eerst mijn blinddoek. Oh, jij houdt eerst je blinddoek. Klaar voor de start? Nee. Oké. Okay. Go. Oeh, wow. Wat is dit? Een poppetje. Ja, een boom. Nee. Hoe weet je dat het een boom is? Was ik dat? Hacker! Engels. Hex! Ja, Engels. Hex! Nou ja, oh ja. Ja, helemaal goed. Je doet heel goed. Echt niet. Echt wel. Echt wel. Dus echt en je hebt nog 30 seconden. Oh shit. Doe alles je gelijk op. 3, 2, 1. Ja, dat is goed. Best op de tijd. Kijk maar naar het resultaat. Nou, ik vind dit nog best netjes gelukt. Mooi van. Dit boom ook nog best. Alleen deze is nou, een beetje. Ga even aan de kant, kunnen kinderen thuis ook even goed kijken. Mm-hmm. Dit is ons eerste resultaat. We gaan straks even de jury vragen. Welke het beste is. Nou, en... Jij doet het wel. Paju, jij gaat het voor de jongens doen. Dus doe je blinddoek maar voor. Paju, ik zie niks. Nee, dat is ook de bedoeling met een blinddoek. Zoiets? Ja, goed. Lekker. Andere kant. Nee, je mag niet helpen. Je mag wel. Nee, omdraaien. Nee, jullie mogen niet helpen, heren. Ja. Nee, dat hoort niet zo. Doe het nou.
zet. Ja, dat komt helemaal goed. Ik doe gewoon. Ja, dat is ook het idee. Zet, je gaat je schamen. Zet, je gaat je schamen. Oké. Okay. Weet je, kan niet 30 seconden. Zet. Ja. Nou, je hebt wel goede tijd. Goede tijd. En stop de tijd. Nou, kom even hier staan, Zet. Dan kan de jury het ook even zien. Nou, naar wie gaat het punt? Naar ons natuurlijk. Naar de dames, want dit wat? Is wat? Wel heel mooi. Dit is pas spelerij. Maar die van de dames, die had tenminste nog iets zichtbaarder. Ze hebben het gedaan, je hebt ons de goede naam verpest. Dus, luister mee naar hoe het verhaal. Ja, wij gaan het paasverhaal lezen, eigenlijk over Maria die bij het graf van Jezus komt. Het staat in Johannes 20, dus als je thuis nog na wil lezen, dan kan dat. Na de Sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het was vroeg, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, zag ze dat de steen was weggehaald. Maria rende weg, naar Petrus en naar Johannes, de discipel van wie Jezus veel hield. En ze zei tegen hen, de Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar hij naartoe gebracht is. Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. De andere leerling, Johannes, liep sneller dan Petrus. Hij was het eerst bij het graf. Hij keek naar binnen en hij zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf nog niet in. Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf en hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van Jezus had gezeten. Die lag daar netjes opgerold. De andere leerling, Johannes, ging nu ook het graf in. En toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. Dit stond ook al in de heilige boeken, maar dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis. Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het graf. Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. De een zat aan het hoofdeind en de ander aan het voeteneind. En de engelen vroegen haar, waarom huil je? Maria zei, mijn Heer is weggehaald uit het graf en ik weet niet waar hij naartoe gebracht is. Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was Jezus. Maar Maria wist niet dat het Jezus was. En Jezus vroeg aan haar, waarom huil je? Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was. En ze zei, meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf vandaan gehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe hebt gebracht, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Maria ging naar hem toe en zei, Rabboni, dat is Hebreeuws en in het Hebreeuws betekent dat meester. Maar Jezus zei tegen haar, hou me niet vast, want ik moet omhoog gaan naar mijn vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik dat gezegd heb. Ik ga omhoog naar mijn vader, die ook jullie vader is. Ik ga naar God, die ook jullie God is. Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen. En ze zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had. Yes, een heel bekend verhaal, hè? Het paasverhaal. Maar wat voor verschil maakt het nou eigenlijk? Ik ben benieuwd of je dat thuis weet. Wat voor verschil maakt het dat Jezus uit de dood is opgestaan? Stel je voor, nou ja, voor Maria maakt het wel verschil, hè? Ja. Als het niet was gebeurd, hoe zou het voor Maria zijn geweest? Dat was misschien wel heel eenzaam. Ja. Verdrietig. Was ze verdrietig gebleven en eenzaam, ja. Alles waren wij. Konden wij niet opstaan. En dat is voor ons het verschil. Ja, wat bedoel je met opstaan? Dat bijvoorbeeld als Jezus weer terugkomt op de aarde, dat wij misschien wel
antwoord op ons dergelijk zijn. Ja, dat is wat dat zegt Noah wel heel goed. Dat Jezus ons heeft beloofd dat wij op dezelfde manier net als Jezus zullen opstaan uit de dood. Net als Jezus terugkomt, maar ook dat we eeuwig mogen leven. Hè? Yes, en nog een verschil? Ja, en als hij er niet was geweest, konden we niet in hem geloven en kerk hebben. Dan zouden we ook geen kerk zijn. En dan was er nog zonde op de wereld. Dan was er ook nog steeds zonde op de wereld. Terwijl Jezus is gekomen aan het kruis voor onze zonde. Wat gaaf is dat, doordat hij weer leeft, heeft hij alles overwonnen. Dat uiteindelijk alles, alle ziekte, alle pijn, alle zonde zal verdwijnen. En nu merken we er al steeds meer van, als we in ons hart Jezus de ruimte geven. Tof, toppers zijn jullie. Hey, we gaan een quiz doen. Ja. Met vragen over het verhaal, dus let op. Maria, die moest zich omdraaien, want die keek naar het graf, hè? En in het graf zag ze de engelen. Maar pas toen ze zich omdraaide, zag ze... Jezus. Herkennen ze hem gelijk? Nee. Nou, let op. Jullie draaien je om, de voorste kinderen. Eerste vraag. Als je denkt dat je weet, draai je om. Goed antwoord is 2 punten. Verkeerd antwoord is 1 minpunt. En anders heb je geen punten. Mag je ook helpen bij je... Nee, je mag niks voorzetten. Eerste vraag. Op welke dag gaat Maria naar het graf? Zondag. Zondag. Ik was eerder. Halen wij 2 punten. Achteraan sluiten. Stapje naar voren. In het verhaal komt Maria ergens vandaan. Uit welke plaats komt Maria? Allebei 0 punten. Ga ik hem straks bij iemand anders nog proberen. Blijf maar staan, blijf maar staan. Blijf maar staan. Wat ziet Maria als ze in het graf kijkt? Ze ziet dat dus de doeken die opgevouwen zijn. De doeken die opgevouwen zijn, dat zag iemand anders. Dus de 2 punten gaan daarheen. 1 minpunt voor jullie. Ga achteraan in de rij staan. Goed gedaan. Maria ziet dat de steen is weggerold en het lege graf. En ze rent naar 2 leerlingen. Van 1 van de leerlingen wordt de naam genoemd. Wie is dat? Petrus, Simon Petrus en Johannes. Nou, in elk geval Petrus en Johannes. Ik reken dat als 1 punt. Mag je achteraan sluiten? Yes. Twee leerlingen rennen naar het graf. En wie is er als eerste? Johannes. Johannes klopt, hè? Yes! Wow, dat leuk hoor. Nou, weer een punt bij Joshua. Oh, gelukkig, want ik ben het nu al kwijt. En dan gaan we naar die vraag die net ook was. Uit welke plaats kwam Maria? Jeruzalem. Heel goed, 2 punten voor jou. Blijf maar staan, Sarah. Ja? Maria ziet uiteindelijk, draait zich om en ziet iemand staan. Wie denkt ze dat het is? Volgens mij een tuinman. Een tuinman, allebei 2 punten, goed zo. Wanneer heeft Maria door dat Jezus het is? Als hij zegt van... Als hij zegt van, en wat denk jij? We gaan naar huis en zeg maar... Allebei bijna goed. Als hij zegt Maria, op het moment dat hij haar naam noemt, dan weet ze dat het Jezus is. Dus je had wel gelijk als ze iets zegt. Dan had jij ook. Dus allebei 1 punt. Laatste vraag. Oeh, heb je net eigenlijk al gehoord. Het verklapt hem al een beetje. Wat moet Maria tegen de leerlingen van Jezus gaan vertellen? Wat denk je, Naomi? Dat Jezus naar de hemel gaat en dat hij dan naar zijn vader gaat. Zijn vrienden vertellen dat hij naar de hemel gaat, naar zijn vader. Allebei 2 punten. Ga ik even naar onze puntenmaster Joshua. Yes! Wat is onze stand bij deze quiz? Dus even kijken. We pakken die bordjes erbij. Even kijken. Dit zijn 9 punten voor bij Juju. Ja! En 5. Nee, het is 20 of 10. 12 punten voor girl power. Yes! Dus dat betekent dat iemand boven
antwoorden. 3 tegen 1. Cheaters, hij is een bot. Yes, en we willen God bedanken met een lied. Om wat hij voor ons heeft gedaan. En zullen we hem ook nog even danken met een gebed? Ja. Ja. Mag je thuis meedoen, mag je mij nazeggen? Zeggen we, lieve Heer. Lieve Heer. Dank u voor wat u heeft gedaan. Dank u voor wat u heeft gedaan. Dat u aan het kruis bent gegaan. Dat u aan het kruis bent gegaan. En dat u weer bent opgestaan uit de dood. En dat u weer bent opgestaan uit de dood. Wij krijgen vergeving van u. Wij krijgen vergeving van u. De vreugde. De vreugde. En kracht. En kracht. En eeuwig leven, Heer. En eeuwig leven, Heer. Dank u wel. Dank u wel. Amen. Amen. Zullen we het liedje met ballonnen doen? Ja. Als je thuis ballonnen hebt, moet je even filmpje pauze zetten en even gauw ballonnen pakken, want dan kun je meedoen. Want het is wel feest vandaag, hè? Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Wij vieren feest, omdat Hij heeft gedaan. Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen, ons van de zonde bevrijd. Hij stierf, maar dit is het wonder. Hij leeft in eeuwigheid. Als je een keer mee wilt doen, geef je gewoon op bij Jacobie Bouwman.
Wij zeggen tot de volgende keer en een